Ja. Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe Dwarves vs. Zombies. Ik ben hier vandaag met Martijn. Hoi. Matthias. Hoi. En Simon. En we gaan de nieuwe updated Dwarves vs. Zombies spelen. Er zijn een heleboel sound effects toegevoegd, dus ik ga even mijn geluid wat zachter zetten. Want... Goed idee. Ja, goed idee toch? En wat is Dwarves vs. Zombies? Voor de nieuwe mensen. Het is een minigame waarin je als dwarves je grote kasteel moet beschermen. En zodra je doodgaat, verander je in een monster. En dan moet je datzelfde kasteel weer innemen. En eigenlijk kun je dit spel niet winnen, maar het is een leuk roleplaying spel. En eigenlijk is het lachen. En we gaan het gewoon lekker spelen met z'n vieren. We hebben al eerder allemaal dit gespeeld volgens mij. Martijn ook? Jawel. Nee, Martijn volgens mij echt niet. Ik heb hem net gevolgd. Hij liep al meteen naar die shrine toe en ik dacht van hij weet wat hij gaat doen, maar nee. Ja, maar dit is een nieuwe map, hè? Ik heb het al een keer gedaan, maar het is allemaal veranderd, hè? Nee. Dit is helemaal... gewoon die houten slaan met zijn vuist, terwijl dat met een axe moet. Oh, shit. Hij is er nu. Nou, we leggen het wel uit. Oh, wacht. Try right click. Dat hoeft niet. Oh ja, je moet recht... Dat wist ik ook niet, om eerlijk te zijn. Ik ben ook een tijdje geleden voor mij. Oftewel, Dwarves vs. Zombies. In het begin bereid je je voor om lekker equipped te zijn als dwarves. En dan, ja, moet je gewoon zien. Ik ben ondertussen bezig met armor, mochten jullie het belangrijk vinden. Dat is zeker belangrijk, want dat hebben we allemaal nodig. Nee, ik doe het zonder armor. Dit is wel echt heel cool dat het niet meer overal vliegt. Al dat gezeik dat het afgepakt wordt. Op zich. Dat vond ik juist wel leuk. Ja, vond ik persoonlijk ook wel iets hebben. Oh, kijk eens hier even lekker chillen. Matthias fixt de armor, wij staan hier al lekker een beetje te zagen. Dat armor gaat wel even duren, denk ik me nu. Ja, oké, schiet op, noob. Eén ding wat ik toevallig weet, is dat je wat extra gold ook moet halen, want dat gebruik je gewoon om je armor te repairen. Oké. Je springt eens helemaal naar beneden, Simon. Zou je dat voor mij kunnen testen, of je dan doodgaat? Oké, ik heb nu 2 setjes armor, dus 1 voor mezelf en 1 voor iemand anders. Hey sexy, mag ik een setje van jou? Nee. Als je mij ook even eentje geeft. Heeft hij er een gegeven? Oh, daar. We slaan ermee. Tim? Oh, dat is Matthias. Dankjewel, Matthias. Matthias, gunnen. Als je even recht... Nee, je moet recht een muisel op dit blok doen. Dan revinen we het heel langzaam. Wat? Recht een muisel met je pickaxe. Ik ga even boog halen. Ja, uiteindelijk wordt het een normaal blok. Als we die minen, dan krijgen we dit. En als ik je daarmee sla, dan krijg je armor. Yes! Oh, bijna. Ja, wil je mij ook slaan zo? Dankjewel. Wilde je een wizard slaan, Martijn? Eigenlijk wel. Ik liep voor hem. You evil bastard. Oh, ze hangen hier gewoon. Hak niet eens hoor. Ik moet even een wapen zo gaan zoeken. Je moet sowieso extra pijlen meenemen, want in een nieuwe dwarf zombie zijn er ook AI-zombies. Ja. Dus je gaat veel... Dat zien we zo. En torches. Vergeet torches niet. Ja, even uitleg voor de mensen. Vroeger was het alleen als je doodging en de mensen die doodgingen, die vochten dan tegen de dwarfs. Maar tegenwoordig hebben ze ook zombies toegevoegd die op zichzelf ook aanvallen. En dan eigenlijk weet je niet meer wie de echte zombies zijn en wie niet. Wat eigenlijk een heel cool effect geeft. En ik zeg nu heel veel eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, hè. het is vreselijk. We zullen zien. Hopelijk gaan we niet dood, want het is altijd, laten we zeggen... Een paar mensen moeten toch monsters zijn? Ja, dat begint maar dat is dus minder geworden omdat ze nou die AI-zombies hebben. Het is nu 20% begint, pas van 50%. Ja, maar het is inderdaad minder geworden, maar het is er nog steeds. Het is er nog steeds, maar het is wel minder. Ja, de laatste twee keer of zo dat we gingen opnemen, was ik het elke keer. Ja. Ik weet het. En ik hoop dat ik heb. En toen speelde je het echt een half jaar niet meer. Dat was de eerste keer dat ik het speelde. Toen dacht ik precies van, ja, nee, fuck dit. Nee, het is echt een leuk spel, je moet de kans. Hey, Timmy. Hey, schatje. Hey, waar moet je die bol spullen, maat? Volg mij, maat. Ja, maar ik moet ook... Volg mij, maat! Ja, oké. Maat. Rustig, wacht op mij. Nee, maat. Oh. Waarom is dit een rare kleur blauw? Dat is een nieuwe muur. Dat is, zeg maar, sterker. En dat kun je alleen krijgen aan het begin van het spel. Als het zombies komen, kun je dat niet meer krijgen. Is dit het? Ja, dit is het. Deze rare fontein hier. Nou, ik ben al bols aan het vullen, jongens. Met morgen. Ja, ik ben nu bols aan het maken. Oftewel, Morten we doen, omdat het weer een tijdje geleden is, nu een beetje alles uitleggen voor de nieuwe mensen. Maar Morten gebruik je om muren te verstevigen, zover ik weet, toch? Ja. Je hebt broken muren. Ja, dan worden ze blauw. Dan worden ze toch blauw, oké, cool. Ja, als je 2 keer doet. Als je 2 keer doet. En de sticks verander je ook met Morten in torches. En torches heb je nodig, want dwarfs kunnen niet zien in het donker. We hebben licht nodig. En als je in het donker tussen mobs staat, dan ben je echt screwed. Haal wat meer hout dan, want torches ga je echt nodig hebben. Ik heb echt fucking veel bols gemaakt, maar geen torches.
Ik heb zo meteen bijna een stack aan torches, denk ik. Ik heb vier. Oh, nice. Ik heb wel heel veel mortar zo meteen. Er gaat een cute voor me staan, ik mag hem niet. Ik heb minder dan 3 stacks aan mortar. Wauw. Maar we hebben echt iets van wapens nodig en pijlenboog. Heb ik, liggen binnen. Oh, okay. Ja, wil iemand mijn bols ruilen tegen sticks? Je kunt ze ook gewoon hakken, weet je. Ja, maar... Ja, zo werkt het. Ja. Oh, ik heb best wel veel mortar delen niks, straks. Jongen. Hey, ik zei naar wat binnen chill. Toe, zei je toch? Ja, naar binnen waar je ook trap op. Zeg, je... Oh, die heb je nog niet gehaald. Ja, binnen. Gewoon de trap op. Gewoon helemaal doorlopen en dan zie je het wel. Even nog als laatste. Het doel van het spel is om je shrine te beschermen. En dat zijn die beacons daar. Er zitten hier één. Daarvoor. En je hebt volgens mij 3 shrines op het moment. Ja, afhankelijk van de map. Ligt aan de map inderdaad. We hebben er nu 3 inderdaad. We hebben een front gate. En dat is die. Dan hebben we nog onze shrine hier. En dan hebben we er helemaal eentje achter daar. En die verlies je zodra er monsters opstaan. Langzamerhand gaat er dan power vanaf en dan verlies je uiteindelijk die shrine. En je kunt je voorstellen, uiteindelijk komen er gewoon steeds meer mobs en houdt niet meer tegen. Maar het doel is gewoon lekker lang volhouden en een beetje kutten. Terwijl je het doet. Komt op neer. Het is een leuk spel. Ik heb een oak shield. Wow. Ja, het oak shield, dan krijg je geen knockback. Dus als je creepers tegenkomt of skeletons die je van de muur af willen knallen, gewoon je oak shield vasthouden en dan gaat het goed. Oeh, dat portal is vet. Maar de monsters ook gaan uitkomen. Hoe precies maak je torches? Sticks tegen de mortar. You understand? Oh, daar zo tegen dat dat fontein ding. Ja, tegen de gooey goo. Dat glijmiddel genaamd. Ik heb echt te veel mortar. En helemaal ik geen heb 5 stacks. Ik ben helemaal binnen bezig met het volledig mortaren van deze zooi. Hoe kom ik nu in godsnaam weer boven? Jongens. En het is wel 1 klik trouwens. Ja, het is 1 klik. Het ligt aan of je koppel. Want hier... Ook niet. Jawel. 1 klik. Koppel? Oh ja, wauw. Inderdaad. Ja, maar dat blauw is zeg maar alleen van voordat er dingen komen. Hoe krijg je ook alweer... Als er zombies komen, dan kun je niet meer blauw maken. Ja. Hoe krijg je ook alweer pijlen? Of dan krijg je maar... Linkermuis op de grond. Met je link? Boog. Ja, links. Oh, links. Oh, okay. Links en rechts kan ik niet goed uit elkaar halen. Nee. Ik vind het echt een verbetering dat het niet overal naartoe springt. Je moest altijd je eigen hoekje opzoeken, zodat mensen niet je spul jatten. Oh ja, dat was ik nu ook al aan het doen. Ja, dat is gewoon niet meer nodig nu. Dat is best chill. Die wil ik hebben. Ik krijg alleen maar zo'n 3 pijlen per stuk. Dat is dan wel weer. What the fuck? Ik heb nog steeds geen pijlen. Nee, je moet niet spammen. Nee, Ik moet het rustig doen. Noep. Je moet echt wachten tot je het pingetje hoort dat je het hebt gekregen. Oh ja, what the fuck? Wat is er nu mee? Ze zijn al 5 minuten pijlen te verzamelen. Mensen zijn hier iemands gezicht aan het misvormen. Oké, weet je. Meer mortar op de muren. Het mortar is geweldig. Dit ziet er leuk uit, dat blauw wordt ook. Nou, maar ze moesten een goede kleur hebben, wat... Beetje opvalt. Ja. Ja, nee, mee eens. Maar het is wel cool. Mortar zie je even... Vervelende is, je werkt gewoon heel hard om het goed te beschermen. En dadelijk verander je gewoon meteen een monster. Dan is van, fuck. Waarom heb ik het goed beschermd? Ja, heb ik het even gelukt dat ik niks doe? Ja, true. Dat is wel een slimme strategie. Gewoon allemaal niks doen. Nou, gewoon gelijk mortar en gewoon gelijk zombie worden. Oh, what the fuck. Dit is een geheime ability van de heroes, want een paar mensen worden gekozen als speciaal iemand. Die krijgen dan de naam van de makers van dit spel en die krijgen dan een vette power zoals deze, waardoor we opeens superveel hartjes kregen. Ja, ik schoot mij echt kapot. Ik dacht dat het die plek was. Nee. Ja, dat zou niet eerst als je zoveel hartjes kreeg. Nee, ik wou net zeggen, dat zou ik ook blij zijn. Nee, maar ja, ik werd bang van die particles. Stond hier gewoon ik stond hier gewoon heel ontspannen pijlen te verzamelen en denken ze ik verstond het niet eens. En toen kwamen de particles. Sure. Nee. Kling. Bleh. Give me them arrows. Ik wacht op de monsters. Ik ben er klaar voor. Ik ben klaar om ze te vermoorden. Ja, klaar om monsters te worden. Nee, shut up. Klop het af! Nee. Ik wil geen monster worden. We worden gewoon allemaal monsters, jongens. Ja, dat sowieso. Dat zou echt een anticlimax zijn. Ja, of juist niet. Het zou leuk zijn als sowieso een van onze monsters wordt. Zodat we hem kunnen uitlachen. Ja, maar dat is. Waarom ik altijd? Nou, omdat het leuk omdat is... Jij het altijd bij jou altijd gebeurt. En we kunnen, weet je, voor de mensen die het leuker vinden om naar monsters te kijken, die komen dan naar jou. Alleen monsters.
Ja, en voor de mensen die het leuk vinden om mij hier te zien staan en linker muisklik te doen op de grond. Kom naar mijn kanaal dan. Vooral naar mijn kanaal. Nee, mijn kanaal. Sowieso in de beschrijving staan linkjes voor de mensen die op zoek zijn naar deze rare mensjes. Hey, ik probeer hier te lopen. Dankjewel, Max JP. Teamwork here, my ass. Ik heb geen blokjes, dat is wel echt een probleem. Ja, ik heb blokjes en ik dacht ik ga daar een muur van bouwen, maar toen was ik zo van... Nee. Ik hou ze zelf. Ja, ik ga ook blijven blokjes halen voor mezelf inderdaad. Want Waarom is het zo donker? Omdat het waarschijnlijk wordt. Oh. Oh, wat de hel, jongens! Oh. I feel a bit angry, wat? Serieus. Hey, dude. Oh. Ja, ik ook. Ik voel ook een beetje bit angry aan het uit, ja. Ik ook. Je hoeft niet mensen te vermoorden, je hoeft niet mensen te vermoorden. Ja, nee, ik ben het weer. Filled with Dragon Rage. Ik heb niks anger. Ik wel. Welkom bij de club, Martijn. Ik ook. Motherfucker. Get the fuck over. Ik wil tenminste één hebben. Meer hoef ik niet, ik wil tenminste één. No! Ja, ik heb er één! Je hebt één? Ik heb er één! Ik ben helemaal blij! En wat nou als je gewoon niet beslist om mensen te vermoorden? Dat heb je gewoon een probleem. Waarom kan ik mijn boog niet gebruiken? Waar is Simon? Ik wil Simon vermoorden, jongens. Nee, ik ben ook een boze. Is iedereen van ons boos? Serieus? Ik heb wel twee. Ik ben dood te gaan. Je hoeft helemaal niks. Hier. Het was gewoon niet verplicht zelfs. Leef ik nog? Ja, we leven allemaal nog. Ik leef ook nog. Oh, ik kan er gewoon niemand killen. Het was gewoon vrijwillig. Jullie vreselijke personen, jullie hebben je vrienden uitgemoord. Jullie made it worse. Ik zie echt helemaal niks, hè. Ja, op plaats zit toortje. Oh shit, ik zie niks. Ik heb geen toortje. Jongens, verdedigen naar de eerste muur, de monsters komen eraan. Ik hitte iemand. Ik ben goed. Ik zie niks. Als iemand mij ziet lopen, plaats het... Oké, toortjes. Damn zombies. Oh, jij mag. Matthias, ik zit achter je. Hou eens op met bewegen, zodat ik hem neer kan schieten. There you go. Ik ben dat was echt even spannend. Ja, echt van fuck, allemaal. Serieus? Ik zat gewoon mensen te killen, ik heb 3 man gekillt of zo. Jij bent echt een klootzak. Ik heb er 1 vermoord. Kom in, gaat ja, het zet hem! Gaat hij al nu al aan? Ja, hij is een fucking hero. Hé, je wist het. Matje. Hey! No, you suck! Ik ben naar beneden gevallen, jongens, red me! Waar ben jij dan? Oh god! Hij is bij de muur, waarschijnlijk. Oh, gotcha, bitch. Oké, ik heb geen blokjes, dus Oh, good luck then. Have fun. Gooi blokjes! Wat de fuck? Oh, Matt is er weer, hoi. Hi. 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 Oh, I need help, jongens. Oké. Ik heb echt help nodig. Ja, maar waar de fuck ben je? Het hoekje. Je doet een slechte... Okay. Ik ben van de muur gevallen, oké? Okay? Iemand backstabbed me. Je doet een slechte beschrijving van je situatie. Ja, we hebben hier niet zoveel aan. Oké, okay, in het hoekje bij de muur. Oh ja. Timmy, heb je blokjes. Ik heb geen blokjes voor je. My savior! Dank je. Holy crap, ik zat er echt vast. Ik dacht even dat ik dood ging. Simon, ze heeft niet eens in mijn gezicht gaan staan, hè? Oh ja, sorry. Oh. Karma. Wat was dat? Zijn skeletons daar boven. Hey Tim, er zijn skeletons daar op je te schieten. Creeper. Oh, pak de creeper! Nice. Dus alle monsters hebben speciale abilities. Creepers kunnen muren opblazen, dus die wil je in het begin lekker afmaken, nu het nog makkelijk is. Skeletons inkomen. Oh, ik hoor ratten. Ik dacht dat creepers dat is de beer, wat? Dat doen ze af en toe, maar dan heb je een hele speciale creeper op. Ja, zo eentje die een beetje lekker. Oh. Maak de wolf af, die zijn vervelend. No! Oh nee, what the fuck? Wat je dat doen, jongens? Er zit een wolf hier binnen. Tim, what the fuck doe je daar? Je hebt... Yay, ik heb ze weg, volgens iemand. Oh nee. Iemand staat in me en ik kan daardoor geen blokjes plaatsen. Ik ben bijna dood. Spin in onze baan. Ja, die wolven die kunnen er overheen jumpen, heb ik dat alles verteld? Ja, dat weet ik. Nee, mother... Ik voel me hier echt niet meer vanuit. Nee, help, fucking help. Ik word een beetje chagrijnig van al die mensen die sinds voor je gaan staan. Ben je beneden? Ja, ik ben beneden. Ik wil hier omhoog te komen.
En ik moest op. Nee! Ah, oh, fuck dat man. Ik ben bij je. Ik ben poisoned. Nee. Ik ben al dood, ik ben al dood. No way. Jawel, echt, ik ben echt ziek hard gegankt man. Dat fucking 5 monsters of zo. Oh, dat deed pijn. Heb jij even geluk dat je in een klootzak van een dwarf was en al mede dwarf hebt gedood? Mana, what the fuck? Hoe de fuck span ik als monster dan? Je krijgt dingen in je inventory. Wanneer weet je of je kan drinken weer? Je health potion. Dat kan altijd. Je moet, laat maar zeggen, kijken naar je XP. Ah, lelijk. Ja, die is gewoon vol, maar ik kan niet. Oh, zo, je moet hem inhouden. Nee, nee, niet. Nee, linkermuisknop. Oh, wolf. Waarom is alles hier linkermuisknop? Oh, get owned. Iets heeft vuur. Oh, die skeleton daar. Oh, legspike, hadden jullie die ook? Wauw, word je gewoon geïnstant door die fucking. Hoe de fuck. Huh? Door pijlen word je geïnstant. Maar ik was geen pijl, was gewoon die gozer met zijn zwaard. Als die een prok heeft, en dat is als je hem vermoord, dan ja. Een prok is particles inderdaad. Dat is een instakill op je. Dat is een instakill. Oké. Ja, dat is pretty OP. Dang it man. Ik werd gewoon gegankt door vette zombies. Ja, daarom moet je potion goed gebruiken. Volgens mij deed je dat. Ja, ik heb 3 keer potion geklikt, man. Alleen, ja, op een gegeven moment had het ook wel. Lijkbaar. Ja, ik was echt net. Ik had je net gevonden. Ik ging daar ook bijna dood, hoor. Dus I don't blame you. What the fuck? Iedereen gangde in één keer op mij. Maar probeerde Martijn. Oh, fuck. Ja, je bent beroemd, jongen. Je bent beroemd. Om de een of andere reden vallen de zombies mij niet. Oh, ze vallen me nu wel aan. Oké. Okay. Hoe komen al die zombies hier binnen? Roman, help me! Ze spannen gewoon binnen. We moeten mogelijk deze muur verlaten, maar. Hoe de fuck word ik geïnstant? Ja, het ziet eruit dat we deze muur moeten verlaten, jongens. Oh, slim bij Matthias de Beer. Nee. Oh, suck it. Was jij dat? Nee, joh. Jammer. Red, laagst op je weird, laagst op je monkey. Dat is een overrare naam. Kom maar aan! Wizard. Al die shouts. Old man Willigard! Dat is toch awesome. Ja, ik vind het ook heel cool. Beetje irritant voor opnemen, maar voor de rest is het wel vet. Ja, ik hoor me wel aan die shout. Best blij dat die het geluidje ziet copyright. Dat is waar. Oh, ik ben poisoned! Dat zou best als comeback zijn. Ability van een van die zombies had hij ingezet. Ja, er zijn ook veel abilities. Ik ben heel benieuwd dadelijk om monster te zijn. Ergens wel. Het kost wel tijd, maar uiteindelijk krijg je vette dingen zoals fire arrows en dat soort shit. Ja, ik heb er zo één vermoord. Ja, die is mij nu flink aan het rest. Ah, dan bitch. Poison arrows zie ik hier ook. Heb ik ook al een paar keer gehad, ja. Volgens mij zijn er ook TNT arrows. Ja, er zijn echt een paar crazy shit, jongen. Maar dat is juist wel leuk. Ja, ik vind het ook cool. Ik ben heel benieuwd hoe het uitpakt. Ik ben ook blij dat het geüpdatet is, want oh, Martijn! Get out! Come here, you little bitch! Oh, yeah! Oh, wacht, dat was jij niet. Je leeft nog. Ik had je wel. Woo! Mag ik je aanpakken? Oh, Tim, help me! Waar ben je? Waar ik jou net niet op? Nee, fuck you. Too dangerous. Wat is dat groene? Dat zijn spinnen. Hun ability is om muren zwakker te maken. Dus eigenlijk moet je die spinnen uitschakelen. Ja, want muren zijn best wel fucking belangrijk. Zoveel zombies! Oh! Oh man, this guy. Hij heeft een prok volgens mij, want hij oont echt alles. Ja, eentje dood, je hebt het wel, maar... Oh god! You suck, Martijn! Wat, heb ik een grip? Ik denk het! Ben je gepoisoned? Nee, oké, jij was het dus niet. Nee. Oh god. Oh Tim, ik zie je. Oh, ik ben gehit op poison. Ik moet hier echt uit. Kom omhoog. I'm definitely not working on that, am I? Heb ik nog blokjes? Nee, ik heb geen blokjes meer, dus ik ben sowieso doomed. Kapje. Dat was dom. Yes, it was. Zet een blokje daar. Zet een blokje. Ik ben erop geslagen, is ook goed. Hier heb je een blokje. Of pak twee. Pak je Tim. Hier, ik heb een keer grip. Nog een keer. Oh, golem, leuk. Iron golems zijn pretty strong. Tim, mag ik nu ook hulp? Ja, ik schiet al achter je. Weer wolf. Ah, fuck. Wolf achter je.
Roman, help me! Dankjewel, Roman. Iemand, help me! Ik ben er mee bezig! Ik ben er al, rustig! Oh, ik dook er net in voor jou! Jij bent ook te dom als mijn kant! Kom eraan! Hé, Mathis. Oh, in één keer een muur. Ja, dat is pittig chill. Ah, fuck! Volgens mij kunnen heroes dat. Tim! I'm down. Oké, wat ga ik? Oké, dit is pittig kut. Mijn pijlen zijn zeg maar op. Matthias, help me. Waar ben je? Oh. op mijn millikers. Oh, thanks. Oh, thanks op mijn millikers. Hoe span je? Ik wist al dat ik op mijn millikers kon vertrouwen. En niet op Matthias de Beer. Ik heb er een paar vermoord hoor. Martijn, ja, ben je gejoined in het leger? Ja? Hel. Yeah, let's own them. Ondertussen werd ik alsnog dik gangbang, Matthias. Ja, ik kan er niks aan doen dat ik niet in mijn eentje 5 zombies aan kan vanaf met maar 3 pijlen. Wat? Daar hoor je iets aan te kunnen doen, jongen. Ja, maar niet als ik ondertussen moet schieten. Oh, de prox. Span is irritant. Rot op, stomme rat. Span is irritant, is veel gedoe. Dat moeten ze nog verbeteren. Met al die stomme upgrade levels. Ik heb nou als goed als zo'n 5 damage of zo op mijn bovenste. Waar kun je punten zien? Onderin, zeg maar, LXP. Oh, wauw, ik heb veel punten. Ik ja, ik ook. Dat was een 500 of zo. Oh shit, we kunnen vines plaatsen. OP. Ja, die vines hebben net allemaal Raven gered, dus... Ja. Maar daardoor kunnen wij wel heel makkelijk op de muren komen. Oh man, de prox are real. Oeh, wat is dit? Oh, je kunt gewoon die dingen worden. Awesome. Zo, die creepers geven knockback. Ik ben dood. Sowieso dood. Ik heb hier echt geen kans meer. Waar ben je? Ja, helemaal de andere kant op, man. Er zit hier. Ik kom eraan, Simon, help me. Waar ben je? Ik ben bij de muur. Ik zie je niet. Ben er. Wat? Ik kom nu naar de brug toe. Oh, je bent er. Ik kom je helpen. Check al die dingen achter me. Ah, ik word gepoten. Ah, ik lig in het water. Hé, hey, Matthias, je leeft nog. Ja, ik ben ontsnapt van al die zombies. Nog wel. Is dat een bedreiging? Ja. Ik kom je halen, jongen. Ik hou van je. Zit hier een wolf of zo bij me? Waar ben je nu weer heen, Matthias? Ik ben naar beneden geflikkerd in die fucking brug. Digging zombies for the win. Digging zombies. Ik ben jullie aan het dikken. Auw. Nee! Ik heb niet genoeg pijlen, jongens. Ik ben dood. Yay! Yes. Bijna 500 XP. Yay, last man standing. Ja, nog wel. Nog wel, ja. Down. We're coming for you, man. Oh man, ik ben sloom. Eerste shrine gaat over een paar seconden down. Bam. Nee, hij is al down. En hij is down. Dus de eerste shrine is gevallen en die moeten de zombies zich zo goed als terugtrekken. Naar de volgende shrine. Ja, de dwarf, sorry. Nee. Dus die daar. En eigenlijk verlaat ze deze, denk ik, zo meteen. Maar deze kan vliegen. Oh, jee. Cheater. Woo. Altijd leuk. Awesome. Oh, dat was dom van mij. Wauw. Die gaan we aangeven. Even zijn naam filmen. Wat is je naam? Beunhaas. Jammer, jongen. Jij wat bent is jou... dan? Nou, hij vliegt, jongen. Ja, maar misschien is dat wel een hero. Nee. Ja, dat is gewoon cheaten, helaas. Wat zijn de beste arrows? Wither arrows, poison arrows, flame arrows? Het is allemaal res, dus kies jij maar. Ik zou wither gaan, dat is zo... Ik ga gewoon echt letterlijk met zombie. Ik denk dat ik ook even met een skeleton ga. Block skeleton, gods. Au. Ja, skeleton, ik heb gewoon een skeleton. Oh, een volledige upgrade hoor. Dat is het beste, denk ik. Ik weet zeg maar niet waar je een dingetje kan... Oh, je is ik val nou gelijk allemaal 32 arrows, GG. Plunk. Plunk. Lekker gewidden, G. Plunk. Healing toxic. Ik spel met 24 pijlen. Healing tonic. Hé, hey, ik word gewoon geïnstaat, wow. Ja, je bent insta-kill met een Simon! Jij dat? Die golem? Nee, ik was die scouten die je raakte. Ah, oké. Okay. Waar is Simon dan? Oh, daar is hij. Oud. Schattig jochie. Oh, zie hem rennen.
Zie me redden. Zie me redden. Was jij dat? Waar ben jij? Waar ben ik niet? Stop maar met schieten, bro. Nee. Hier ben jij. Oh shit, ik wil een out of healing tonic. Was jij dat? Waar is de suicide button? Hebben ze die niet meer? Nope. Oh, maar wat? Dan zit ik hier gewoon vast. Hoe kom ik hier dan uit? Kijit. Volgens mij gevoel moet ik hier veel hoger aimen. Oh, wacht, daar is hij. Ja, ik had ook niet dat de aim precies is zoals hij altijd uit is geweest. Ik ga mezelf vermoorden in 3, 2, 1. Wee! Waarom raak ik die gozer niet met fucking player met mij? Ik ben trots op dit, Tim. Thanks. Hé, ik ga super echt flink wat damage doen. Ja, Jimmy. Ik moet echt ziek hoog aimen, man. Wat is dit? Oh, dat is OP. Ik ga creeper continu doen. Wat heb je gedaan? Ja, ik heb hem echt geüpgraded tot heel ver. Dus zodra ik prime loop ik echt super snel. Weet je wat ik het kutte vind aan, aan creeper? Dat je de hele tijd gewoon weet dat hij doodgaat. Fuck. Juist. Heel... Hey, kut. Ik ben in de gracht gevallen. Gewoon in je inventory klikken E en dan zit er een gastbal. Die kun je gebruiken. Hoe doe je dat dan? Dat gas, gewoon klikken en dan doe je suicide. Oh ja, ik zie het. Cool. It's pretty useful. Op zich. Yes, it is. Au! Au! Lekker. Kom eraan. Oh, wacht, ik increase. Oh fuck, oh fuck. Oh fuck, dit is niet goed. Oh, dit is niet goed. Oh, dit is niet goed. Ik weet echt niet wat nou de beste klas is om te kiezen ofzo. Oh mijn god, je kunt verder upgraden. Solar Crips. I'm alive. Oh shit. Wat, je bent al OP? Ik heb mijn explosie getienvoudigd. Oh lol. Waar zijn mijn hartjes heen? Waarom zijn er zoveel hartjes weg van me nu? Ik weet niet, maar... Oeh, roos. Is het omdat het nacht is? Ja. Oké. Okay. Zo, volgens mij was die muur echt gewoon weg, meteen. Ja, en ik zat daar dus nog als laatste over. Zo van, ik was erin gegooid. Maar je bent ook dood nu? Nee. Oh, een half hartje. Iemand heeft hier een supermooie staircase voor ons gebouwd. Dat is wel nice. Het is altijd fijn als mensen dat doen. Wow, die arrows, zo vet. Boink. Nou heb ik spijt omdat ik dat heb gebouwd. Wow. Oh, gek! Simon. Ja! Simon, ga je op! Oh nee, ik kan het niet meer in. Ze hebben het geblokkeerd. Oh, ik zag je. Hey, Wolf, wat? Zag je mij vliegen ook? Ik ben een wolf. Ik stond gewoon in het kasteel en ik werd daarheen gelanceerd. Ja, ik zag je vliegen. Ik was een beetje... Ik vond het jammer dat ik jou niet nog een keer kon raken. Ja, wolven zijn super sterk. Wolf vind ik echt heel fijn. Ja, gewoon... Fuck jouw muur. Ploep. Maar krijg je dat dan nog steeds random wolf en nee, zo? Nee. Nu is het gewoon... Als je op het moment dood bent, dan staat het tussen de monsters die je kunt kiezen. Oh, chill. Oh, ik ben niet meer one hit kill! Get owned! Oh, wat een bitch. Oké, kan ik die nog upgraden? Een volledig geüpgraden zombie is even sterk als een wolf. Heb ik me laten vertellen. Door. Oh, ik ben dood. Door internet verslaan. Ja, nee, god. Kutwolven. Waar is die suicide knop? Je geeft echt veel te weinig knockback als wolf zijnde. Knockback? Je moet gewoon zorgen dat je jump als escape gebruikt en niet als initiate. Nee, ik wou juist iemand door op de muur hier naar boven te jumpen, iemand eraf tikken tussen alle zombies. Hoe span je precies? Gewoon klikken, je komt erachter. Wat is nou full upgrade? Hoe werkt dit nou? Ik weet niet precies. Gewoon 5 is volgens mij max, of niet? Denk het. Ik klik wel maar wat aan, joh. Oké, nou ben ik even een fucking leap. Oké, ik ben volgens mij fully upgraded creeper. Ja, 20 hartjes, damn. Lol. Ik hou van creeper. Mijn kijkers haten me altijd omdat ik constant creeper ga. Maar het is zo handig gewoon, een paar creepers. Ja, zeker als je snel wat damage wilt doen op het laatste van het potje ofzo.
Ja, maar ook gewoon echt... Murder die bitch, murder die bitch, murder die bitch. Hey, daar ben jij. Wizard, zombie wizard. Ja. Ik sta trouwens op de shrine. Hé, hey, ik ben een spin. Flip, flip. Oh, dit is ook stukken beter geworden. Wauw, weet je, alsnog instant. Oh, wow. Shrine ik ben is een spiderling. No. Ik ook. Ook bij de club. Oh, we hebben wel weinig hartje, jongen. Weinig hartje. Ik ben nog steeds een wolf. Mind the poison, boys. Ze stonden daar met zoveel man die op die gast in te slaan. Ik kom even langs, kill van mij. Oh, die muur is zo erg down, gewoon meteen. You can't defend this wall. Oh, ik heb geen pijn meer, wow. Wauw, ik vond het instaat. Ja, ze hebben weer van die, Oh god. Particles. What the fuck, ik ben allemaal achter die zombies gekomen. Get out! De brok! Oh, daar ging mijn mooie... Een moment. Wauw, ik word nog steeds geïnstapt. GG. Oh, ik ben dood. Jammer. Oké. Die wil ik hebben. Daar ga ik voor sparen. Ik ben niet fully upgraded, maar holy crap, ik word nu heel pijnlijk. Increases your damage or increases your explosion ability? Deed dat pijn, Nico? Hè? Deed dat pijn? Die gozer had het lang vol, gek. We hebben zelfs een charge creeper nu, maar dat ben ik niet zeker. Oh, irritant. Nee, je bent niet charged. Volgens mij is dat een speciale mob, of niet? Ja, dat is speciaal. Okay. Ik weet niet, want je hebt een van de rare upgrades. En... Quit feeding the proc. Oh, wat? Je kunt wat doet dit? Ja, ik kan eens raken, met al die mobs die ervoor lopen. Ja, jongen, ik loop maar gewoon als creeper rond, dat... Oh, dit is interessant. Is als ik het doorspoel met deze, dan krijg ik super veel experience. Ik ben een rat geworden. Ja, torches moet je daarmee killen. Ja, maar waar zijn de torches? Moet je vinden. Waar moet ik die vinden dan? Ergens. Jongen, what the fuck, ik raak die luid toch daar zo? Ah, fuck. Dan niet. Oké, let's go! Ik heb een pickaxe was zombie zijnde, met heel weinig durability. Om precies te zijn, 3. Creeper incoming. They like to get blown up. Old man, welcome! Kijk, ik ben gewoon creeper constant nu, deal with it. I like it so much. Ik blaas die gewoon muren insta op. En dan span ik ook nog monsters. Bling. Bling. Stop feeding! Ja, het heeft nu echt al geen zin meer om... om als dinges te gaan. Om als, weet dat? Skeleton. Nee, zombie. Jawel, en het gewoon echt insta dood. Ja, maar dan komt dus allemaal een brok hebben. Ja, je moet zorgen dat ze... niet vet zijn. En vet is namelijk zeggen dat ze die particles hebben. Ja, hoe kan ik dan nou voor zorgen? Niet doodgaan. Ja, dat is heel simpel eigenlijk, of niet? Het klinkt vrij simpel. Het klinkt heel erg simpel, ja. Maar sommige mensen hebben er moeite mee. Boom. Hopelijk deed dat een beetje pijn. Ja, Jimmy. Yes. Oh, digging zombie. Yay, digging zombie, ik ben er ook in. Oh, die zijn heerlijk snel. Holy shit. Ik wil ook een digging zombie. Oh. Dan moet je eigenlijk doodgaan en dan stoppen. Wauw, die gozer, man. Is je dood? Ik ga dood. Ik ga snel dood. Ik kan niet meer dood. Iemand heeft hier allemaal fines naar boven gemaakt. Nice. Nee. Laat me hakken, jongens. Daar kan je skeleton. Oh, wauw, dat is al kort. Ah, dit is gênant. Hey Matthias, ben jij het? Nee. Voor mij zit ik met iemand in een... Ik zit met iemand in een 1-1 gehad. Ja, ik ook. Oh ja, Matthias, hallo! Oh, hey! Oké, we zijn eruit. We zijn eruit geholpen door iemand. Ja, wauw. Dat was awkward. Dat was heel gênant. Ah, dammit. Oh, die vlammenwerper van die gast, man. OP. Ah, yes. Ik heb... Wat ben ik nu? Creeper.
Ik heb Creeper echt bijna op zijn max. Ja, ik ook zo. Oh, wat de hel. Ik ben een speciaal soort... Broadmother. Ik spawn nu rats uit blokken. Als ik gewoon spam. Lol. Hij is een moeder. Wat schattig. Ik heb eindelijk mijn pure passie gevonden. Oh, Prok! Oh, ja, Prok in mijn gezicht. Leuk. Maar als jij eens één keer klikt op Explosion, ontplof je dan gelijk? Of oh, Broadmother. Die is 500, hey. Die Broadmother. Ja, die ben ik nu. Het is gewoon rat te spannen overal waar je klikt. Dat kan ik weer. Oké. Okay. Dat is best wel kut. Dus even een tijdje niet doodgaan. Oh ja, oké. Okay. Oh, yeah. Prok, 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 Prok! Fuck you! Oh, de wereld laat even heel raar weg. Dinging zombie, fuck yeah! Ik sprak gewoon continu ratten. Dinging zombie, what the fuck ben ik fucking snel, Jezus. Ja, je loopt daar voor een meter. Wacht, Martijn, dan ben je ook hier ergens. Martijn, ik loop achter je, denk ik. Kijk naar alle ratten die ik spam. Ik kan niet lezen zo snel, het zal ook wel. Zijn dat al jouw ratten? Ja! ze zijn zo irritant. Ik hou van ze. Mijn kinderen. Werk harder, kids. Ik wil een paar dode lichamen zien aan het einde werken van deze dag. Werken voor je zakgeld. Is het veel damage op players gewoon als creeper? Zonder upgrades. Oh ja, maar waarom heb je hem dan geprokt? Iemand heeft hem geprokt. En toen was het voorbij, iedereen in die gang is dood. Godsamme, het werkt niet als iedereen gewoon in mij gaat. Irritant, hè? Ja, ik voel me ook echt nutteloos als skeleton nu. Skeleton is niet handig nu, nee. Nee, maar ik heb geen andere upgrades, dus... Mijn pickaxe is kapot. Nee, ik ben toen was ik dood. Oh, ik kan gewoon spawnen als Broadmother, maar ik ga gewoon weer als creeper, want Broadmother is grappig, maar... Not worth it. Hé, hey, Tim, ik zit achter je. Hallo, schatje. Zin om te exploderen? Oh, oké, okay, doei. Lekker je te ontmoeten. Weet je, dat is natuurlijk heel grappig bij creepers, hè. Die hebben een korte relatie. Ook kort lontje allemaal. Oh, ik ben zo grappig. Ja, op zich. Ja, man. Waarom kan ik geen woordgrap verzinnen? Oh, heerlijk. Oké, ik ga gewoon weer als Broadmother. Ik vond het wel grappig. Hoe kun je Broadmother worden dan? Dat is, laat me zeggen, creeper compleet masteren. Ah. Oh, golem. Als... Fuck you. Sprite ik wil ook golem. Ik ga dood. Stijl, maak me dood. Eerste beers, become an iron golem. Dit loopt voor geen meter, man. Je fucking slowness. Je ziet het niet eens. Ik probeer dood te gaan en nu kan het wel niet. Oké, staat er een golem. Ah, oh, fuck. Maar ik weet niet helemaal hoe deze werken, maar. Rechtklik, awaken rats, hidden in blok nearby. Hoef ik überhaupt te klikken? Ik kan zo met één klik een blok slopen. Wow. Matthias, wacht op mij. Nope, ik hoor. Oh mijn god. Matthias, hier. Oh ja, daar ben jij. Ik zit ergens achter vast of zo. Oh, je bent echt. Snel, man. En al die mobs die ik span. Ik hoef alleen maar rond te lopen volgens mij. Moet ik ook klikken? Nee, ik moet ook klikken. Maar dan nog zijn het er echt 20 of zo. 20 van die rats. Ja. Oh, Prok. Wow. Prok. Nou, ik heb echt gewoon een leger van ratjes. Maar ze vierden wel een beetje de Prok. Ik ben een tunnel aan het minen, is dat beter? Ik probeer een beetje erin te komen. Nu word ik achtervolg. Oh ja, Broadmother kost inderdaad 500. Ik zag het aan. Nou, je hebt al 500 verdiend als tank zijn of als je überhaupt bij de enemy bent. Ja, dat is waar. Dat is sowieso je zet die Roman. Pak die Roman, Matthias. Ik zie hem niet. Oh, ik zie hem. Oh, ja. Ik ga even... Kunnen we hebben. Dus, ik heb hem! Oh, waarom krijg jij die kill weer? Fuck jou. Suck it! Ik had je gewoon niks moeten vertellen. Oh man, deze field of view is wel pittig hinderlijk. Beetje als creeper, beetje het... Oké, spawn. Ik ga zombie even upgraden, kijken wat dat doet. Oké, insta-kill, blijkbaar opeens. Oh, nog een keer golem. Oh, wauw, hij is weer golem.
Bitch. Suck it. Suck it. Wordt volgende ronde natuurlijk meteen weer monster, die dit gezegd heeft. Zo. Ik ga maar op de schuin staan. Ah, het heeft nog geen zin. Met die Brock wil je alsnog insta-kills komen. Nee, je moet echt die monster, je moet echt die gozers een beetje uit de buurt houden voordat dat gaat werken. Gewoon een beetje uitmoorden. Hij heeft een Brock, hij heeft een Brock. Ik heb Brockmother, moet je eigenlijk niet hebben, want dat feed gewoon Brocks. Ja? Ja, want als ze dan zo'n ratje weer vermoorden, blijft een Brock doorgaan. Oh, ze doen zoveel damage. Maar Brockmother insta-killt alles? Ja. Ja. Ik vind het op Golem wel een beetje OP, dat kan insta-killen, maar... Ah, ik vind het wel grappig. Blijf. Kom eraan! Ja, sowieso, jongen, niet... We pakken ze, jongens. We pakken ze! Kom hier op, mijn Willekers, je gaat dood. Oh ja? Pak je... Oh, god. Ik word alle kanten gemapt door 2-3 man hier, ik zie niks. Ik weet dat ik snel dood ga, omdat ik niet genoeg levens heb. Het enige wat ik zeg maar zie is mensen die me slaan, mobs en explosies. Oh, look at that iron golem go. Pak hem! Murder the bitch. Murder hem! Ik hak al zo vaak als ik over. Oh, Prok! Oh fuck, ik ben geen insta-kill volgens mij. Ja, Prok. Kom eraan. Ik moet even deze upgraden. Suck it, Willekers. Prok was op. Dat zou vast wel mooi zijn om al die fucking stem in te spreken. En ja, die gozer is ook echt lach hoor. Oh. Ik volg hem ook op YouTube. En dan ben ik een spartling. Yay! Waarom Matthias steeds? Ja, ik wil die Broadmother een keer testen en ik krijg elke keer weer zo'n speciaal ding waardoor ik het niet kan doen. Oh, first world problems. Ja, ik voel me nu echt gewoon weer. Ik voel me nu echt gewoon weer helemaal benadeeld door dit spel. Mijn blokje! Ah, oh, dat kan niet, serieus? Yeah, mijn blokje. Wee, kom op Matthias, spuit het allemaal onder. Wat? Eel. Eel, wat viezig. Nou, fijn. Oh, wat geluid van die vieze spinnenpootjes. Ja. Ah, dat is... Nee. Ga dood, ga dood. Suck it, Willekers. Suck it. Ga dood. Ja, zijn arm wordt gebroken. I love fucking bitch. Oh ja, dat is natuurlijk ook iets wat je kan veroorzaken. Yeah, hij is dood. Kijk uit als Spartling dat je de Prox niet feed. Ik denk eigenlijk juist dat ik daarop ben dood gegaan, tot dan mijn arm was. Die gast. Zou best kunnen. Als skeleton heb je echt geen plek om te hiden hier. Nope, je moet ook gewoon geen skeleton meer zijn, momenteel. Nee, maar ja, ik heb niks anders geüpgraded. Dat is er meer een beetje. Brok! Oh, flash, die level 5. Yay, eindelijk. Broadmother. Dat is echt heel slecht om dit te kiezen, want al die ratten feeden echt Brocks. Denk je dat het maar iets uitmaakt? Sowieso is deze gast best wel. Hij gaat gewoon voor proxy gozen. Ja, hij gaat ook voor mij. Omdat ik de echt 3 health heb ofzo. Als spardeling. Ik schiet er gewoon achteraan. Hoop dat ik er een beetje iets aan heeft. Ja, nou in één keer heeft hij insta GG. Hij gaat gewoon net lang voor prok totdat hij een prok heeft. Ja, tuurlijk. Is niet zo raar. Ja, Jimmy. Fuck best is er een muur bij. Waarschijnlijk een ability of zo van iemand. Maar de muur is nu al weg bijna. Ja, vind je raar als je of mobs te zijn. Spiegel flink onder. You'll never keep me out of here. Wat grappig dat ze gewoon een muur kunnen plaatsen. Gewoon echt middenin ook. Lol. Allemaal mensen crashen en shit, zie je dat? Ja. Die lieve gewoon zijn gezin meer hebben. Brok! En ik ben dood. Beschermen, Fontein. Beschermen. Oké, dankjewel, Fontein. Want dan ben ik de enige hier binnen. No! Sowieso zijn die Prox. Eigenlijk moeten die Prox een beetje. Ja, ik weet niet. Nee, ze moeten ze niet nerven, want dat is hoe dwarfs gewoon winnen, punt. Anders worden ze meteen geowned. Ja, ze winnen. Maar ik bedoel, late game is het best wel OP. Dat is de bedoeling ook.
We moeten leren er tegen de... Oh, fuck. Ik heb een... Al mijn ratten, jongen. Het zijn er fucking veel. Die gaat ook 10 FPS voor de win. Ik haal gewoon steady 80. Ik zit 120. Ja. Oh, ik ben dood. Maar het is ook wel fijn als je twee van die teamgenoten hebt, zoals Matthias en Tim. Die de prok gewoon fucking erg vieden. Ja. Yep. Als Jake, ik hou ook van jou. Laat ons even genieten van dat, oké? Okay? Ja, laat ons even genieten van jouw hel. Ik ben niet expres aan het feeden. Nee, dat eigenlijk wel. Nee. Wel. Ik heb wel een hele muur daar weggehaald hoor, niet zeiken. Nee, ik mag zeiken. De hele muur die daar stond heb ik met in mijn eentje gewoon als sparling weggehaald. Oeh. 890 fps. Mm-hmm. Ja, niet... Ik heb hem niet... Kom op, we gaan erop af jongens! We kunnen ze hebben! Ik had het over het chatten. Ja, weten we. Natuurlijk heb jij geen 890. Nee, niet als ik opneem, nee. Big order didn't happen, sure. Oh, deze gozer is dood. Oh, wie? Jij bent dood? Nee, de prok. Oeh, wat is dit? Spider. Oh. Oeh. Yes. Oh. Oh, shit. Ah, nee! Ben ik iets cools? Fuck! Ja, ik heb Bruce Willis gekillt. Yay, ik had die andere hero. Ja, ben ik eindelijk... Ben ik eindelijk een fucking goede rode spouder. Kom op, we moeten even achter. Dankjewel voor het kijken, vergeet niet te liken en te commenten. Ach, laten we heel even onze loot laten zien. Wow, en hebt... tot de volgende keer. Later. Hey. Doei. Hey. Bye. Oh yeah. Holy shit, hoeveel gold krijg je hiervan, man? Ik heb een chest!